Hey mensen, jullie weten wat daarop staat. Toen net keek ik even naar ik kan niet naar de datums kijken, omdat ik dan bepaalde dingen, dan schrik ik natuurlijk. Ik wil dit even snel afronden. Maar ik zei net tegen zuster en ik zei het is vandaag 1 december. Wauw. En ik schrok in één keer. Natuurlijk. Mijn dochter is 9 december geboren. Mensen. Dennis heeft de vorige keer al gelogen. Toen met Noah's verjaardagfeestje. Weet je, ik heb altijd geroepen tegen mijn vriendin Ria is mijn bewijs. Ik zei, ik wil altijd gewoon een kinderfeestje wat een kinderfeestje is en geen suipfeestje. En nou in één keer de psychopaat. Dat is hij ook. Dat hebben we niet gezien, hè. Hij is psychopaat, hij heeft persoonlijkheidsstoornissen. Ze hebben het gewoon niet gezien. Ze voeden mijn kinderen dus. Wauw. Ik dacht ook, mijn kinderen hebben geen manieren. Want Dennis heeft geen manieren. Hij is heel boers en bot. En hij zal niet op hoofdsegment met mensen kunnen functioneren. Omdat hij daar gewoon... Ja, daar heeft hij gewoon stoornissen voor. Wauw mensen, ik zeg jullie. Mijn dochteren, die heb ik het langst niet gezien. Want de vorige keer was Noah bij de zwembad. En had Karin mij niet eens een kwartier met kinderen. Terwijl ze niet eens weten. We hebben zoveel fouten gemaakt. Hè? Karin is ook aansprakelijk dat zij niet zag de waarheid. Ja? Hoe wil je onze kinderen helpen? Dus hoe voeden ze mijn kinderen? Niet met hun echte zijn. Wie ze horen te zijn. Want ik ben een pure moeder. De mensheid nogmaals. Het is mijn bewijs. Hun zijn instellingen. En dachten in één keer dat ze het aan het rechte eind hadden. Maar nee. Ik moest eens meemaken voor de grootste menselijke realisatie. Voor wat ze doen. Voor mensen die niet doorhebben wat er om hen heen gebeurt. Wauw mensen. Ik zeg jou. Ik zeg jou Dennis. En weet je wat het ook op Wikipedia lees je dan over psychopaten? Ja, Dennis, daar val jij onder. Dat weet je heel goed. Daarom, jongen, ik zeg het jou. Wauw. Daarom weet ik ook nu in de relatie dat hij, als ik verdrietig was, dat hij mij nooit een knuffel gaf uit zichzelf. Ik zei ook altijd met de gemeenschap, ik zeg, ik voel geen liefde. Hij heeft ooit gezegd, ja, is... Toen dacht ik, wauw, man. Ik wist het gewoon. Hij is al koud. Ook in het huis, joh. Wauw man, zoveel verhalen. Dus daarom nothing heel. Ik weet nog, toen werd ze geïnterviewd. En dan ging hij daar naartoe. Wauw mensen. Kom met de juiste vragen en je krijgt de juiste antwoorden. Dus innocent. Want geloof me mensen, ze gaan echt. Wauw, I tell you. Het enige wat mijn kinderen en ik nodig hebben, is elkaar. Ja, na al die maanden dat die onrecht zit. Die instellingen hebben niet geluisterd. Vanaf aard. Ik weet alles na te vertellen. Dat is nog het mooiste, hè. Ze dachten toch. Maar, hey, weet je wat het ook was? Ik heb mijn medisch dossier beschermd. Nicole van Veilig Thuis, die wou dat weten. Ik zei, nee. Dus vanuit daar zijn hun eigen dossier gaan opzetten. Met allemaal leugens. Met mensen vanuit hun ziektebeelden. Hun hebben de zieke mensen geloofd. Maar hun laten dus ook zien dat hun zelf ook ziek zijn. Want anders zie jij de puurheid in een ander.